Sony Media. Ruben Tijl. 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 Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, lieve luisteraar. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van... Ruben Tijl. Ruben. De podcast. Sweet. Het gaat goed met de podcast. Heel erg in het begin, ik weet niet of onze allereerste luisteraars dat nog kunnen herinneren, deelde ik wel eens cijfers, omdat ik het altijd zo flauw vond als mensen zeiden, het gaat goed. Ja. Het gaat supergoed. Ja. Of wat ik nog erger vind, als mensen zeggen, ik word er onwijs voor op aangesproken op straat. Ik ken iemand en ik ga zijn naam niet noemen, maar het ruimt de voorletter. Ja. Zijn eerste voorletter is A. Ah. Jij weet wie het is. Ik kan hem niet... Outen. Nee, dat vind ik te flauw. Oké. Okay. Ik zal ook later zeggen waarom. Maar die... Voor een fact wist ik dat die podcast 17,3 luisteraars had. Ja, dat wist ik. Daar waren we allebei één van. Ik wist dat, precies. Ik heb die podcast waarschijnlijk meerdere keren aangeklikt. En misschien wel de helft. Maar die altijd dan zei, joh, ik word zo vaak aangesproken. Ik weet nu ook over wie. Hij nam deze podcast ook soort van op straat op. Ja? En guerrilla. Met een telefoon. Ja, soort of. En riep dan ook om de havenloop. Tegen voorbijgangers. Podcast! Oh. Een podcast! Daardoor vond hij waarschijnlijk al... Dat hij erop... had aangesproken. Ja, precies. Terwijl hij eigenlijk mensen aansprak. Oh. Precies, ja. Ja, ja, ja. Hij werd heel veel aangesproken. Maar wilt u hier weggaan? Hij bedoelde natuurlijk tijdens het opnemen. Ja, precies. Ik moet zeggen, ik mis die podcast wel. Ja. Weet je, zeker. Ga eens met een junk praten. Die is afgekikt van heroïne. En die zal zeggen, het is beter. Het is echt veel beter, ja. Maar ik mis het wel. En als ik de kans zou krijgen, zou ik het weer doen. Het is toch alsof een goede vriend weg is. Ja, zeker. Nou, zeker. Maar grappig dat je het zegt over de cijfers. Ik heb nu de rest van mijn leven nog, maar dat is verschrikkelijk. Maar grappig wat je zegt over de cijfers. Want ik zag de quote staan en die ging over podcastpegels. Zoveel verdienen Kai, Monica, Sander, Jaap en andere grootheden aan hun luisterkinders. Oh? Ja. Maar die verdienen allemaal hiermee, hè? Exact, dankjewel. Nou, het lek is boven. Ja, want kijk, hier. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen. Want hoewel het van meerdere factoren afhangt, zoals vraag en aanbod, is €50 per adverteerder per 1000 luisteraars een aardig uitgangspunt om mee te rekenen. Oké, nou, dan koppel ik even terug. Ik zei al, het gaat goed met de podcast, want in januari hadden we 200.000 plays. Wat betekent dat nou precies, luisterkinderen? Dat een podcast van ons in de maand januari is aangeklikt. En dat dan ruim 200.000 keer. Een reguliere uitzending wordt binnen 2 weken rond de 55.000 keer beluisterd. Dat zijn er dan 2 per maand. Dat betekent dat er ook nog zo'n 90.000 oude podcasts worden beluisterd. Als je nieuw bent en je luistert en denkt, oh, hartstikke leuk. Er zijn nog hartstikke veel podcasts, want dit is podcast nummertje. Dit is podcast nummer 163. Ja, ik probeerde de echo te doen. 163, jaargang 4 en hij is beschikbaar vanaf 16 februari. Ja, dus en dat is iedere vrijdag om 4 uur. 1 reguliere, zoals deze. Kun je gewoon gratis luisteren. Wordt af en toe onderbroken door fantastische merken die met ons samenwerken. Ja. Die contact met ons hebben opgenomen. Die geselecteerd en hebben. Ja. Nou, en ook merken die zeggen, we zitten echt in de put. Ik word er heel vaak op aangesproken. Ik dat is het leuke. Ruben. Dat merk wat je laatst... Ik ben een merk. Kan ik een merk? Mijn merk bij jou... Bedrijven van de afgrond gered. Die hadden nog €50. Zeg, nou, kom op. Ja. Even schouders eronder. Gooien we jullie merk erin. En daar werken nu weer 200-300 mensen. Nou, ja. Daarover gesproken. Nou, ja. Ja, nu maar serieus. Nee, precies. Oh ja, terug maar weer naar de quote. Ja. De basis van Tony Media was de zelfspodcast die jeugdvrienden Schimmel, Pennink en Reesema samenmaakten. Aanvankelijk waren er geen plannen om een heel bedrijf op te bouwen. Inmiddels werken er toch
40 mensen bij Tony Media. Waarvan 40. 37 stagiaires. Ja, ja, die zitten 37 hier. 37 stagiaires. Ja, en één daarvan is hier aan het werk. Oh. Kun je nagaan? Ik wou zeggen, want de rest is vaak te laat. Want die hebben dan of probleem met de auto, of met de taxi, ja, of met spullen, ja, of met kabels. Taxi. Ja. Maar 40 mensen. Geld gaat er met bakken uit, want ze rijden allemaal met de taxi. Overigens, nu ga ik jullie eventjes wellicht in een minder goed humeur brengen. Ja. Oh. Overigens is de zelfspodcast, waarmee het allemaal begon, inmiddels achter de betaalmuur van Podimo te beluisteren. Hmm. Naar verluid was met deze deal een bedrag met 6 nullen gemoeid. Kun je nou, maar het gaat om die ene, hè, die aan de voorkant zit. Dat is zo'n cruciaal nummer. 0, want ik ga jou 0. Nu ook een bedrag van 6 nullen aanbieden. Oké. Okay. Ja. Maar ik zit maar ja, er zit niks, ja, er zit niks voor. Het zijn gewoon 6 nullen. Dus het is heel veel niks. Blijft tricky. Een bedrag met 6 nullen. Ja, toch, maar is het... ga me toch even aan, want ik wil het toch een keer meemaken. Maar hier, dit is dan... Ik ga jou een bedrag van 6 nullen aanbieden. Oké. Okay. Okay. Volledige artistieke vrijheid. Exclusiviteit. Ja. Werktijden door jou volledig vrij in te vullen. En je mag maken wat je wil. Geen enkele restrictie. Je hebt met niemand rekening te houden. Geen deadlines, niks. 6-0. 6-0. Waar ga je dit allemaal uitzenden? Of ga je dit appen? Als ik iets maak, dan stuur je het in een appje naar iemand toe. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld. Ik heb als productiebudget een bedrag met 8 nullen. Woe! Dus daar is ook vrij weinig. Er zijn 2 nullen bijgekomen. Ja, precies, maar blijven nog steeds heel maar veel nullen. Of zijn dat die achter de komma, die 2? Ja, precies, dat maakt ook niet zo blij. Toch lekker. Ja, voordat jij gaat onthullen hoeveel er daadwerkelijk met deze podcast wordt verdiend. Dat is dus ook de reden waarom ik deze persoon A niet oud, omdat ik het flauw vind. Ja. Omdat ten overstaande van 60.000 mensen te doen, dus ook weer niet nodig. Maar... mijn punt was, het gaat goed met de podcast. We zijn dit jaar 2024 lekker begonnen. 200.000 plays in 1 maand. Ontzettend leuk dat je luistert. Ja, precies. Ja, en want precies. Wij delen dus... hier hoorde u de feiten wel. Want heel veel mensen zeggen inderdaad, zoals ene Tim de Gier... het doel was om tussen de 1 en 2 miljoen abonnees te krijgen. De Gier, die bij Podimo over de content gaat, wil niet met ons delen of dat aantal al bereikt is. Wij mogen niet in het openbaar zeggen hoeveel mensen een abonnement hebben. Hmm. Wel wil hij kwijt dat het echt ongelooflijk is hoe goed het gaat. Ja, ja. Ja, maar het gaat waanzinnig goed. Nee, die cijfers die liegen niet. Dus wij komen altijd wel, wij bouncen heen en weer in die hitlijsten. Als je nieuw bent, nogmaals, onze podcast wordt gemaakt door 3 vrienden. Ruben en Olaf, die daar achter de knoppen zit. En ik. En jij komt af en toe, ben je er ook? Ja, en ik zit er lekker bij. Waar het vooral om gaat, is dat er wat te lachen valt. Maar we willen allemaal een verhaal met elkaar en met jullie delen. Waarvan je denkt, dat heeft mij gefascineerd, of het heeft me geïrriteerd, of het heeft me geïnspireerd. Of het was vol ongeloof, of ik werd er moedeloos van, of het was het prototype liefdevol. Nou, volgens die 6 en eventueel ook andere begrippen, gaan we inderdaad een verhaal houden. Voordat we daar aan gaan beginnen, even een rondje langs de velden. Wat kunnen we straks verwachten? Ruben van der Meer, jouw verhaal? Irritatie. Irritatie? Irritatie. Ziet in je gezicht aan. Ja, is het een recente irritatie? Het is, nou, dit is wel wat langer loopt deze irritatie. De irritatie is duurzamer. Kwam weer terug in mijn gezicht. Oh, oké. Okay. Het was er eentje die dacht van, die is verdwenen. Ja. Oh, fijn. Zogenaamde boemerang irritatie. Ah, daar zijn ze weer. Oké. Okay. Is het Matthijs van Nieuwkerk? Nee, oké. Okay. En jouw verhaal? Is inspiratie voor Ruben. Ja. En zelf werd ik er moedeloos van. Oké. Okay. Ja. Nee, echt. Ik werd er echt... Oh, ik ben er nog steeds... ik werd er nog steeds koud van. Maar het is denk ik inspiratie voor Ruben. Bam. Nou, en jij? Ik heb in heel veel tuk-tuks gezeten. Of tuk-tuks, ik weet niet hoe je ze moet noemen. Maar... daar hebben ze in Bangkok schijt aan. Tuk-tuk. Als je maar betaalt. Daar heb ik ook heel veel tuk-tuk en tuk-tuk chauffeurs gesproken. En gevraagd, wat is nu jullie allergrootste artiest hier in Thailand? Daar kwam 1 naam uit. En dat bolletje wol, daar bleef ik me aan trekken. En ik ben begonnen aan een Aziatische staalkaart van grote muziek. En het woord wat daarbij past is... controversieel. Aha.
Maar eerst even een rondje, een ander rondje langs de velden. Hoe is het met iedereen? Ja. Goed, goed. Ik heb onlangs samen met Pieter Keizer, we zien hier altijd op de achtergrond, Fuck Yeah! Ja. Ja. Kunstenaar heeft dat gemaakt. Hij heeft toen in coronatijd een heel mooi beeld gemaakt van, met de hand, met de vingers, met hoop. En ik zag dat en ik dacht van, wow, dat is gaaf zeg. En ik wist dat dat niet altijd daar zou blijven staan. Dat het een soort toertje zou krijgen. Maar toen heb ik hem benaderd en gezegd van, wat is de eindbestemming? Want ik heb een hele goede eindbestemming voor je. En dat is het Maxima Centrum, Prinses Maxima Centrum geworden. Ik zag het op Instagram. Ja, ja. Ja. En, ja, dat hebben we dus vorige week onthuld daar. En het staat daar natuurlijk geweldig. Want ja. Nee, echt heel mooi gebaar. Want dankzij jullie allebei, want jullie hebben er allebei wat ingestoken, staat hij daar naast het kinderziekenhuis. Nou, hij heeft het geschonken. En ik heb gewoon gezegd, oké, dan zorg ik dat het daar komt. Ja, en dat het ergens op staat. Precies. Ja. En met de mensen het contact gelegd, dat het daar ook terecht komt. Moet natuurlijk langs een kunstcommissie en zo. Ja. Maar ze zijn er heel blij mee. En ja, kijk, toen dacht ik van, kan ik er nog over zeggen? En eigenlijk is hoop het tegenovergestelde van zorgen. En dat is het hem. Je maakt je, als je daar bent, ontzettend veel zorgen natuurlijk. Ja. En zorgen neem je mee ergens naar een plek waar alles mis is. Waar alle uitkomst is mis, is fout. En ja, ik zei ook, voor zorgen maken hoef je nooit iets te doen. Dat gaat eigenlijk altijd vanzelf. Ja. En hoop moet je aan herinnerd worden. En nou, hoe goed als het zo groot af en toe in je face is, dan ben je weer hier en nu. En dan met je vizier gericht op de toekomst, dat het beter kan gaan. Dus daarom. Dat ja. Chapeau, echt mooi. En echt een goede actie. Ja. Met mij gaat het ook goed. Dank. Ik dacht, het zou heel mooi zijn als je zou zeggen, ik heb 100 flessen Millésime champagne besteld. Het is heel, ja. Iets onbaatzuchtig. Nee, juist wel baatzucht. Ja. Nee, want het is voor mezelf. Ja, precies, ja. Nou, ja, maar je hebt wel een importeur heel geholpen. Ik heb dankzij jou heel lekkere wijn binnen. Ja. Potverdorie, wat is die lekker. Maar goed, daar wou ik het niet over hebben. Ik had een mini-fascinatie. Ik las dat er een pijlstaartrog in een laboratorium in Amerika zwanger was. Oh? Maar, want ze zagen eerst een gezwel bij deze pijlstaartrog. Ja. En toen dachten ze, nou, misschien dan heeft het beestje kanker. Maar toen bleek het allemaal te groeien. En toen bleek de pijlstaartrog zwanger. Maar, zeiden deze mensen, er zijn helemaal geen mannetjes in deze tank. Nee. How can that be? En toen werd de oppasser heel rood. En die zei, oh, freak trouwens. Freak funk. Freak spark. En die zei, ik heb trouwens een burn-out. Ik moet een tijdje weg. Nee, ze zagen ook nog beetafdrukken, dus tandafdrukken in de. En toen dachten ze, wacht eens even, er zit ook een haai in. Deze pijlstaartrog is zwanger van een haai. Hè? Dus we krijgen een nieuwe species? We krijgen een nieuwe pijlstaarthaai. Nou, je lacht erom, maar. Ja, die bevalling. Ja, nou, de bevalling, het zwanger worden van een haai, dat is heftig. Ja. Want die staan niet bekend om. Nee, het is niet smooth operator. Steek maar eens een open haard aan onder water. God, nee, precies. Om te beginnen. Een berenvel. Niet aan te komen. Niet aan te komen. Vreselijk. Nee, Spotify-account met een beetje. Nee. Het is allemaal niet aan te komen. Kijk, Heel populair programma, hè, onder water. First Bites. First Bites, een spel staat rog en een haai. Wat wil u eten? Nou, doe maar een vissoepje. Ja. Ja. En jij, how are you doing? Nou, ik ben in Thailand geweest voor het perfecte plaatje. Ja. Ja. Ik was weer waanzinnig goed. Ja, wat kan ik over zeggen? Ik kan er niet veel over zeggen, maar veel shoots, dit, mensen, kandidaten. Je blijft er maar in zitten ook, hè? Ik blijf erin zitten. Bergen met bami gegeten en geschitterd. Dat komt allemaal binnenkort op televisie, hoop ik. Want dat weet je niet natuurlijk. Nee. Je weet niet hoe het gaat in de toekomst. Nee, ja, straks wordt Thailand gecanceld. Of precies. Of, nou, daarover kan ik wel zeggen. Daar reist wel iemand met je mee van het bureau Thailand. Mm-hmm. Die wel meekijkt
met wat je... Kijk, alles, laat ik bovenal zeggen, ik heb superveel respect voor de koning van Thailand en de hele koninklijke familie. Ja, dat respect is waanzinnig. En ook voor de Thaise cultuur en het eten en eigenlijk alles. Maar zij vinden het wel belangrijk dat de Thai en het land op een goede manier wordt neergezet. Laat ik het zo zeggen, wij gaan nog wel eens makkelijk met dingen om. Dat je denkt, nou, je fotografeert dit of je fotografeert dat. Ja. Lachen toch, dat kan maar in Nederland. In Thailand zijn ze daar wat voorzichtiger mee. Okay. Maar straks meer over Thailand. Maar even over dat respect voor het koningshuis daar. Ja. Hebben ze iets bijzonders gedaan? Of moest je dit nu zeggen, nog? Nee, helemaal niet. Nee, ze zijn er heel streng op als je de koning in een kwaad daglicht stelt. Ah, dat is, wordt er zeer niet gewaardeerd. Nee, nou. Nee de grapjes à la Willy en Max, als je die daar maakt, dan... Nee, dan heb je... Sterks voor nodig ook, want het zijn prima mensen. Ja. Ik was in Chiang Mai, daar heb ik een podcast eigenlijk in één ruk uitgeluisterd die ik iedereen even wil tippen. De erfenis. Niet de erfgenaam zoals jij hem maakt. Maar dit is een podcast van het Audiohuis, Vlaams-Nederlandse podcast. Zo ontzettend goed gemaakt. En het gaat eigenlijk over erven in het algemeen. 5 afleveringen. Nou, ik heb ademloos geluisterd. Iedereen moet die horen. Het gaat over hoe het is om een ongewenste erfenis te krijgen. Als in een schuld. Ja. Ah, ja. Maar dat je ook, denkt, ja. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Familiebedrijf en een zelfmoord. En opeens kwamen er allemaal lijken uit de kast. Het gaat ook over het erven van culturele ellende. Dus dit gaat over een vrouw die is uitgehuwelijkd. Haar moeder is uitgehuwelijkd. Haar oma is uitgehuwelijkd. En hoe zij dat probeert te doorbreken. Fantastisch verhaal over hoe ze verliefd was op een jongen. En die woont in Marokko. Zij woont in België. Zij is ook Marokkaans. En op een dag werd ze gewoon uitgehuwelijkd. En vreselijk mishandeld. Verschrikkelijk mishandeld. Niemand deed wat. Want ja, dit is wel hoe het ging. En dit was hoe zijn de regels. Dit zijn de regels. Hoe het bij haar moeder ging en bij haar oma. En zij had dat gewoon geërfd eigenlijk. En zij heeft dat doorbroken. En de Dutchbed affaire. Srebrenica komt ook nog aan bod over het erven als land van een... Oh. Ja, ah, van, het is echt een, erfenis in de breedste zin. Ja, precies. Ja, echt heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Dus ga dat luisteren. Check. Vraag je even tussendoor. Ja. Rijden jullie zelf vaker of jullie partners? Ik rij wel vaker. Ja? Nee, ja. Bij mij is het wel 50-50. Ja? Ik vind het ook wel lekker om niet te rijden soms. Ja, toch? Ja. Is ook lekker. Ja, ik vind het juist heel leuk om auto te rijden. Dus daarom ik wel vaak links voor. Ja, mijn vrouw die wil nog wel eens... Ah! En dan denk ik, ik heb hier geen zin in. Ga jij gewoon lekker rijden. Oh, ja. En dat is ook heel relaxed eigenlijk. Wat ook het geval is dat mannen eigenlijk meer betrokken zijn bij frontale botsingen. En vrouwen meer botsen tegen stilstaande objecten. Ah. Dus... Ja, vrouwen nemen gewoon minder het risico. Hè? Kan dit nog wel? Ja, precies. Dan gaan mannen toch meer op hun gevoel, instinct. Ah, jawel. Ja, en bij vrouwen is het geloof ik ook zo dat ze denken na. Meer. Dat ze al afwegen wat de beloning is van ergens sneller komen en dat ze dat niet per se willen. Precies. Ze denken er beter en langer over na. En er is toch minder aan de hand. Het schijnt ook dat vrouwen liever verder weg parkeren. Precies. Omdat daar dan eventueel grotere parkeerplaatsen zijn. Ja, precies. Dan botsen ze dus ook niet eens tegen stilstaande dingen. Ja, precies. Is eigenlijk wel heel erg slim van ze. Ja. Ja, maar ja, omdat er dus ook zoveel verschillen zijn onder bestuurders... heeft Interpolis nu de autobewust autoverzekering geïntroduceerd, lieve dames en heren. Ja, en die verzekering is niet alleen zelfbewust, maar ook nog eens heel prijsbewust. Je kan namelijk... zelf bepalen wat je wel of niet verzekert. En dat doe je dan op basis van je eigen rijgedrag. Dat weet je vaak zelf het beste. Ja. En dus bepaal je ook zelf de hoogte van je premie. En dat niet alleen. Bij Interpolis mag je zelf kiezen waar je auto wordt gerepareerd. En er wordt ook nog gezorgd voor vervangend vervoer. Dus denkt u naar aanleiding van het gesprek wat we hier hebben gehad. Ja. Dames en heren, hey, dat vind ik ook beren interessant. Nou, bij Interpolis
zijn ze niet op een achterhoofd gevallen. Ze hebben namelijk een website daarvoor opgericht, gebouwd. Is een prima siteje en dan kun je heel snel terecht. Ga naar www.interpolis/autoverzekering en laat je even goed informeren over dit zeer goede aanbod. Mm-hmm. We hebben een beetje een nieuwe look and feel. Dus we hebben ook deze aflevering voor het eerst de vraag van de luisteraar. Ja. Heel benieuwd wat voor vraag het is. En we gaan ook nog door de reacties heen die we op onze podcast krijgen. Nou ja, het zijn eigenlijk al, bedoel, je merkt op straat al. Ja. Maar ook de bedrijven waar we mee werken, die ook zeggen, we kunnen weer gewoon, godverdomme, mijn kinderen hebben weer te vreten. We vreten gewoon weer kaviaar thuis. Godverdomme, blijf adverteren. En ze hadden 50 euro, hè, dat bedrijf. 50 euro. Ik ga niet zeggen welk bedrijf het is, maar het is groot bedrijf. Groot bedrijf. En ze hadden precies nog 50 euro. En dat was het. En ik zei, jullie waren, ik kwam iets later, maar jullie zagen het ook. Nee, ik was er eerder. Ik was te vroeg en die man, die was in paniek. Dus die was al op tijd. Ik zei, ik wil niet eens die 50 euro. Betaal me maar op het moment dat het goed gaat, maar zorg eerst dat je kinderen te vreten hebben. Ja, ja. En kunnen skiën. Kunnen skiën. En een mooie fatbike krijgen. Dat ze niet meer in de rij hoeven te staan in een club in Saint-Tropez, maar gewoon eromheen. Koortje. En dat is gewoon backstage naar Taylor Swift kunnen. Precies, in de arena. En een flesje champagne zo, met zo'n railsje naar beneden voor 10.000 euro met versterretjes erop. En dat wil ik. En dan wil ik die 50 euro. Nou, dat is gebeurd. 50. Dus, als u dit ook wilt voor uw kinderen en u heeft een groot bedrijf wat op omvallen staat, neem contact met ons op. Oké, wie gaat er beginnen? Zal ik gewoon beginnen? Nou, ik hou het gewoon kort. Nou, in 2022 kwam er een commercial voorbij. Ja? Daarin werd gezegd, boeren houden van koeien. Mm-hmm. En ja, dat gaat mij iets te ver. Kijk, ik eet zelf ook nog wel vlees. Ik hou ook van kaas. Ja. Maar laat ik het dan zo zeggen, ik kom hier op, dan misschien niet voor de koe. Want ik hou ook dus nog steeds van... Van de koe. Van de koe, ja. Op die manier. Kom ik op voor het woordje houden van. Want ik vind dat gewoon echt... Daar word ik zo geïrriteerd van. Nu is die er weer. Zie je, ze zijn lekker aan het chillen. En ze kunnen lekker naar buiten. Oh, ja. En dan... Boeren houden van... Nee, boeren houden van efficiëntie. Ja. En van geld. Ik ook. Ja. Maar om nou te gaan zeggen, alleen maar daarmee te adverteren, dat vind ik zo... Ik bedoel, houden van, dan denk ik toch wel aan iets anders. En als ik tegen mijn vrouw zeg, nou, kijk eens, in de tuin heb ik nu een schuurtje. En ik heb een latte bodem met kieren ertussen. Daar kan je tussendoor scheiden en pissen. En ik ga je weer zwanger maken, want ik krijg goede grote tieten. En je mag 2 uur per dag naar buiten. En kijk eens, daar heb ik een borstel aan de muur. Als jij jeuk hebt aan je rug, kan jij lekker jezelf krabben. Nou, en dat is houden van. Nee, dat is... Ik bedoel, hou op! Hou op daarmee. Hou op met zeggen dat je van koeien houdt. Dat, ik bedoel, nee, doe dat niet. Doe dat niet. Lieg niet zo in mijn gezicht. Is dit hetzelfde straatje als soms loop je langs een slager en dan staat er een bord buiten met een heel vrolijk lachend varken. Ja. En die wijst naar binnen. Ja. En dan staat er onder vandaag varkenslapjes in de aanbieding. Ja. En dan staat het varken lachend. Hey. Je kan mij hier in stukjes krijgen. Ja. Dat diervriendelijk. Diervriendelijk. Ja. Hey, hallo. Kijk eens. Met deze pin ga ik nu zo in je kanen schieten. En dan ga je schokkend dood. Is dat vriendelijk? Nee. 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 Dus hou daarmee op. Dus jij vindt, maar je struikelt over het woord houden van. Zeg gewoon, weet je. Ja, en boeren werken graag met koeien? Nee. Ja. Oké. Okay. Ja, we weten toch wat boeren doen? Ja. Ja. We hoeven toch ook niet te zeggen, pooiers houden van seksslaven? Nee. Nee. Maar, nee. Nee. Ja, tuurlijk maar houden ze ik ervan. Zit nu wel te denken dat heel veel slogans... Nee, zeker. Want steeds verrassend, altijd voordelig. Als het steeds verrassend is, gaat die verrassing er ook wel een beetje absoluut. Af. Dus. Nee, de meeste slogans zijn kut. Rammelen ja. Als... Maar deze schoot je even verkeerd. Maar ik dacht dat we er van af waren. 2022 hebben ze dat geprobeerd... Het is ook zo, boeren zijn wel oké. En boeren zijn oké. Ja. Maar ga niet zeggen
dat je van koeien houdt. Als je gewoon ziet, ze moeten 9000 liter melk per jaar opleveren, man. Wordt dat helemaal leeggezogen. Stel als ik 9000 liter moest opleveren, man. Hey, rustig. Dat is geen houden van. Dat is niks. Beter zo. Nee. Oké, nou. Weet je, ja, nee. Maar ik vind niet dat als je beesten houdt om 9000 liter uit te zuigen en dan... die kunnen 20 worden, maar na 6 jaar zijn ze op en dan moeten ze naar de slacht. Ja. Dat heeft niks met houden van te maken. Oké. Is dan niet een beter slogan gewoon boeren? Ja, boeren. Punt. Nou, dat. Want dan weet je het ook wel. Boeren flikken het. Of, en wat ze flikken, ja. Of boeren dat, houden van boeren. Dat sowieso. Ja, dat heeft, vind ik, een homo-erotisch tintje. Ja, oké. Nee, oh, dat, ik dacht dat bedoelde je... Ja, maar dan, dat vind ik dan weer... Maar dat vind ik dan niet echt dat je het hebt over iemand zijn werk en passie. Nee. Boeren houden boeren. Boeren houden ervan? Boeren nou, houden ervan. Zeker. Ze houden ergens van. Dus ja, dat mag je het gewoon vrij precies invullen. Ja. Boeren. Het is ook wel seksueel getint, hoor. Boeren houden van. Kijk, behalve als je een boer bent en je hebt een paar koeien gewoon voor de bij en je vindt die ze heel lief, maar je bent ondertussen gewoon aardappels aan het rooien en telen. Of telen. Dan weet ik het. Telen, rooien. Boeren houden van telen. En je telen hebt gewoon een paar koeien voor de lol een beetje rondlopen. Dan is dit, dan ben jij die boer die van koeien houdt. En dan is dit niet tegen jou gericht. Jij mag dat zeggen. Nou, is er wel eens berekend, hè, over telen gesproken, wat er gebeurt als we die hele veestapel vervangen door wiet en dat door boeren laten verbouwen en dat verkopen? Dat bijvoorbeeld aan Thailand, waar wiet is gelegaliseerd. Ja, precies. Is dat echt zo, Tel? Dat is zeker zo. Hè, maar dan kon je 10 jaar geleden voor de gevangenis komen voor de rest van je leven. Dat klopt. Dat is niet meer zo. Precies. Wat nou als ze... ook in China gaan blowen. Want dat is de volgende domino steen die valt. Ja. En wij verbouwen dat. Ja. En in plaats exporteren van dat. Hoeveel gaat het misschien om zoveel geld... Dat de keuken dat Omzicht lachend die formatie uitloopt. Ja, ja, ja. Van, ja. Jongens, ik kan die miljarden niet... Ik kan ze niet kwijt. Ik weet niet wat ik... Ik weet niet wat ik ze ben. Wie wil er een theater? Wie wil er een carré? Is er... in Uddel? Jullie krijgen een carré. Wow. Ja. Alle voetbalclubs krijgen 200 miljoen startpremie. Het volkslied gaat nu eindigen met... Hey, 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 hey. Smoke weed every day. Ja, dat is toch ook wel een tip voor de luisteraar. Nou ja, zeker. In ieder geval toch beter dan... Wat is het? 624 miljoen dieren slachten we hier in Nederland per jaar. Mm-hmm. Dat zijn er wel echt heel veel, hoor. Boeren zeggen hi. Ja. Dat zou mooi zijn. Hi. Precies. Hai. Dat zou. En die keukenhof? Helemaal gewoon één. Dat is alleen maar wietplanten. Maar verschillende soorten. Het enige wat we moeten doen is vegetarisch worden. Of gewoon nog één koe per gezin per jaar? Nou, zoiets. Gewoon voor minder. En voor de rest hars telen. Minder. Hars en wiet, zeg ik dat. Ik kijk jullie aan met jullie. Wiet? Je teelt de wiet? Je verbouwt de wiet? Ja, precies. En je geniet ook meer van het vlees als je er... Als je het wat mindert, hè? Ja. Ik bedoel, en ik had die voor een T-bone steak van weet ik veel. Maar nu, een klein stukje. En dan ga je eerst een jointje roken. Ja, precies. Nog lekkerder. Maar is het hash of wiet? Of wat is het verschil ook weer? Nee, je verbouwt de wiet. Ja. En van en dat van wiet maak je of wiet. Want dan pluk je gewoon de wiet en dat verkoop je. Of, een heel ingewikkeld proces, maak je daar hash van. Ja, man. Pers je dat, geloof ik. Ik denk, bedoel, dit is het grootste ding na Bitcoin, denk ik. Want als ze in Thailand gaan blowen... Dit is groter dan Bitcoin. Wat als ze in India gaan blowen? Ja. Want Bitcoin, daar kan je je paspoort van kwijtraken. Raak jij maar je paspoort kwijt van een weiland met wietplanten. Dat kan niet. Oh, ik heb hier ergens mijn weiland, maar ik weet mijn paspoort niet meer. Oh, nee. Nee, maar als het natuurlijk wordt gelegaliseerd... en wij zijn toch een soort wiet-export... Ja, we hebben de naam toch, een beetje? Dat. Heel veel Chinezen willen wijn uit de Bourgogne. Ze willen champagne en ze willen sigaren uit Cuba. Dat moeten we doen. En terwijl ik dus nu dit besef, bedenk ik me dat we dit gaan allemaal moeten stoppen. Deze onzin, deze podcast. Dat moet ik gaan doen. RTL, we gaan hem stoppen. Die film die stopt ook, want we gaan gewoon triljardair worden. Hoeveel miljardair? Nou ja, ik weet niet. Oké, 100 miljard. Hoeveel is dat? Maakt het niet meer uit. Ik ken dat woord Het grootste niet. Probleem wat we gaan krijgen is de ruzie om geld waarschijnlijk. Oh, ja. Nee, maar jij gaat gewoon de hele tijd aanbieding doen met
Ja, 8 nullen. Nu weer. Hier, 16 nullen kan je krijgen. Bam. Ja. Maar dit is briljant. Want inderdaad, de wijn... Bourgogne moet uit Bourgogne komen. Ja. Champagne moet uit Champagne Daar komen. Daar zijn Aziatische mensen moet gevoelig je, voor. Moet je je voorstellen dat nederwiet mag alleen in Nederland worden gebouwd. Precies. Ja. En dat is de crème de la crème. Skrank. En we zijn allemaal natuurlijk hartstikke gezond, want iedereen is vegetarisch. En buiten en veel buiten. Oh nee, wacht even. Nee, want we worden natuurlijk steenrijk allemaal. Dus dat vlees wordt geïmporteerd. Ja. Dus iedereen eet alsnog heel veel vlees. Ja. Maar dan uit Ierland. Nee, dat, tegen die tijd gaan we investeren in kweekvlees. En is gewoon... Digge kweekvlees. Laten we die problemen in ieder geval op de lange baan. Oké. Okay. Oh, dat vind ik altijd heel fijn als mensen dat zeggen. Met heel veel geld. Dat vind ik het fijnst. Dankjewel, Ruben. Oké. Okay. Deze input. Ja. Graag gedaan. Ruben Nicolai? Nou, ik heb gisteren een film gezien. My God. Het is echt een prestatie, die film. Het is Stephen Graham, die de meeste mensen kennen als het hulpje van Jason Statham in Snatch. Oh ja. Dat is Stephen Graham. En hij talks English op de manier die jij altijd zo leuk vindt. Ja. Skoosam. Hij is chef in een luxe restaurant in Londen. Het is een avond vlak voor kerst. Een van de drukste avonden van het jaar. En alles gaat mis die avond. Dat is de film. Dan denk je, nou ja... Nou, sterker nog, hij zat 3-4 weken geleden in de top 10 van eetfilms. Ja. Maar dit is een mooi ecosysteem. Ja, dat vind ik dus ook. God, dat vind ik ook prachtig. Heb je hem toen heel uitgebreid besproken? Ik heb jou wakker gemaakt. Ja. Nee, helemaal niet. Hij kwam voorbij. Want ja, precies. Ik had een top 10 van goede eetfilms. Eetfilms. Ja. Daar heb ik een aantal uitgebreid van besproken. En deze heel kort. Maar deze heel kort. Nou, dat is toch een perfect systeem dan? Daarom. Ja, daarom. Want dus dat fout, die fout die jij hebt gemaakt, die maak ik nu goed. Precies. Ja. Goddamn, graag gedaan. Ja. Want, dames en heren, hoe noem je het als je van één scène naar een andere gaat? Dat noem je een snit of een harde kut. Precies. En je hebt de harde kut en een... Een cross-dissolve. Wauw, cross-dissolve. Maar goed, dat noem je dus een kut. Ja. Hoeveel cuts denken jullie dat in deze film zit? Ik heb ze geteld. Is echt waar? Ja. 4. 0 is het goede antwoord. Nul. Het is één lange take. Het is een take van 90 minuten. Is het een truc? Nee, het is ik heb het uitgezocht. Het is echt. Ja, ik heb ze hebben 3 weken lang geoefend in een restaurant in Londen. Ja. En in het weekend was het restaurant gewoon open. Maar door de week waren zij elke dag gewoon die 90 minuten aan het repeteren. Ja, natuurlijk op een stukje scène. Maar je ziet de hoofdrolpersoon op straat lopen richting het restaurant. Zo begint de film. Ja. Een beetje wat in Goodfellas een keer lukt. Komt hij ook een club binnen? Gaat hij ook via de voordeur? Ja. Gaat hij met zijn vrouw? Zijn eerste date is dat. Precies, dat is dan een take van 3-4 minuten. Ja. Dat was al heel speciaal. Was heel spectaculair. Nou, ik heb een andere Una Giornata Particolare met Sofia Loren. Ja. Die was lang, had het record van langste scène in één take. En dat is die openingsscène, die duurt 4 of 5 minuten. En die camera die gaat ook... via zo'n binnenplaats een andere verdieping in. Mm-hmm. Tijd, hè? Ja, precies. Nee, dat was echt wel... Maar dat hier gelukt is, 90 minuten lang. Moet je nagaan wat voor prestatie dat is op acteergebied. Hè? Dus de camera gaat nu bij je weg, maar je blijft in je rol of niet. Maar het komt gewoon theater en dan doorpakken. Ja, maar het is echt... Het was het is wel next level. Oh, ik heb wel eens één keer gezien, zag je 4 beelden. En die draaiden alsmaar door. En elke keer was er 1... Daar gebeurde het. En ondertussen gingen die anderen door. En dan kwamen ze weer bij elkaar. Ja, precies. Een of andere rare experimentele film. Wel allemaal bekende acteurs en actrices. In Rotterdam heb ik die toe gezien. Maar het was toch wel... Er zit toch naar 4 beelden te kijken. Ja.
Ik ben hier wel... Nee, dit is echt... Want het is ook niet... We zijn niet alleen maar bij het hoofdpersonage de hele tijd. Dan zit je opeens weer... Blijf je even bij een tafel hangen waar mensen zitten eten. Dan ben je opeens bij de afwasser die drugs aan het kopen is bij de vuilnisbakker van iemand anders. Dan ben je weer... Het zit zo goed in elkaar. Maar het heet niet voor niks Boiling Point. Ja, ja. En we moeten het hebben over de stress in die keukens. Want als je daarover nadenkt, dan... Dat is grensoverschrijdend. Grensoverschrijdend gedrag komt daar ook aan bod. Hè? Mensen die tik-tak elkaar op niet goede manier aanspreken en zo. En ook schreeuwen natuurlijk. Precies, en ook schreeuwen. En onderbreek je heel kort. Matthijs van Nieuwkerk die heeft altijd gezegd... Joh, als ik dit werk niet meer doe, dan begin ik wel een restaurant in Parijs. Is dat een goed idee? Is dat de volgende stap? Ja. Nee, ik denk dat het nu nog te vroeg komt. Ja. Ja. Nee, maar het is grensoverschrijdend. Maar dan heb ik het niet alleen over het gedrag van de mensen in de keuken, maar ook de werkdruk, de werktijden, de verantwoordelijkheden. Het is krankzinnig. Die René Redzepi, de superchef van dit moment, die restaurant Noma in Kopenhagen heeft, die heeft gezegd, ik stop ermee. In 2025 gaan de deuren dicht. Want, zegt hij, de... Noma's obsessieve hang naar perfectie blijkt zakelijk als mentaal onhoudbaar. Ja. 50% van de chefs geeft aan depressies te hebben en bovengemiddeld naar de fles te grijpen. Het is een drinkcultuurtje, hoor. Ik was afgelopen zaterdag alleen thuis, want ik was natuurlijk een tijdje weg geweest. En Markel was naar een feestje, dus ik was alleen thuis met de kinderen. En dan moest ik weer even koken. Voor al die kinderen. Ja. En mezelf. Gegild, gehuild. ik heb ze gesmeekt, laat me gaan. Hier, pak iets. Wil je mijn horloge? Geld. Heb je geld geboden? Geld, maar laat me alsjeblieft. Laat me vrij! Ja, ik heb met koken ook al. En alles stond klaar. Oh. Dus het was een stampotje met een worstje. Moest ik alleen het worstje bakken. Het was een pastaatje. Oh. Alles was klaar. En zelfs daarvan had ik zo'n koksbuis had ik aan. En een muts. Arm vloog in de fik. Drinken. En dan hadden we dat ik zelf buiten. Ja, tevreden te roken, zoals in die kutfilm. Chef. Ja. Wat een kutfilm is dat. Onthoud die film. Want als hij voorbij komt, niet kijken. Niet kijken. Maar als je dus naar de fles wil grijpen, dan heb ik ook een tip voor je. Denk niet dat je, als je denkt, ik doe het in een bidon. Ja, dat het dan niet meer opvalt. Want dat is nu, dat is een trucje die iedereen wel door heeft inmiddels. Bidon? Ja. Dus als ik de Tour de France door de Bourgogne zie gaan, dan denk ik, ja. Ja, precies. Zo kan ik het ook. Noma, natuurlijk het restaurant, wat ik nog even zeg, staat bekend om zijn gerechten als gefermenteerde dennenappel. Levende garnaal. Levende garnaal? Mieren. Neuken? Nee. Eten. Oh. Mieren eten. Nou. Liever. Nou. Als ik het toch moet kiezen. Een levende garnaal, maar dat is toch ook... Als het nog leeft... Is daarom. Nee, maar dat is ook heel Japans. Japanse keuken is dat best wel... En volgens mij Chinezen ook, van die embryootjes heb ik zo. Maar dit is dus juist nu de Nordic cuisine die de nieuwe toon fusion geeft. Eet is een levende koe. Begin daar eens mee. Zo, dat is een uitdaging. Ja. Er komt die stier aan. Ja, waar begin je? Maar dus de chefs onder grote druk en veel alcohol. Laatst was ook een vreselijk ongeluk gebeurd in Antwerpen. Ja. Van een chef die 's ochtends vroeg om 6:00 's ochtends gewoon wegrijdt van het restaurant in zijn eigen auto. Oeh. En daarbij over een slapende stagiair heen rijdt die op de parkeerplaats ligt. Ja, het is... Daar moet ik wel bij aantekenen. Het was een oudejaarsfeestje van het personeel. Ah ja. Maar na een avond gewoon, toch? Ja, het was juist een privé-aangelegenheid. Vandaar dat het zo laat was. Ja. Maar goed, het is... Maar goed... Ik wil alleen maar zeggen... Deze film... Mijn broer is kok en ik weet...
collega's daar. Er is een collega, een jonge collega, overleden. En ik weet dat hij gewoon veel dronk en veel gebruikte. Ja. En daar onder stress. Ja, die stress de hele tijd. Want elk gerecht moet perfect. Je kan niet zeggen, nou ja, weet je, woensdag had ik een beetje een matig dagje. Maar donderdag zat ik er lekker in. Nee. Vrijdag had ik, weet ik niet, maar het lukt helemaal niet. Snijden niet, bakken niet, sausjes niet, alles niet. Nee, dat kan niet, want dan ben je gewoon is je tent kwijt. Dus je moet elke dag op jouw allerbest. Ja. Die druk is gruwelijk, maar die is perfect gedaan in deze film. 90 minuten lang zit je er helemaal in. Je zit helemaal in die stress van de keuken. Het is absoluut geen happy maker. Denk niet, oh, de leuk, daarna gaan we vrolijk. Nee, het is echt geen happy maker, maar wat ik zei, het is echt een prestatie. Op acteergebied, regiegebied en ook op productiegebied. Want het is dus wel in en om het restaurant. Ik heb dus, en elke keer gezien, moet het klaarstaan voor de volgende scène. Het was zo ik zelf, dus had ik gebloot. Ik had zelf van mijn eigen teel. Ik had wel gewoon. Maar in ieder geval, ik ging 's nachts dit kijken en toen dacht ik, oeh, dit wil ik wel even gewoon een beetje scherper zien. Ja, precies. Ja. Nou, dat is niet onverstandig. Dus als je die film hebt gezien, dan zit je daarna helemaal, snap je echt die stress. De titel Boiling Point is perfect gekozen. En dan zie je hoe gigantisch veel stress ze hebben in die keuken. En toen kwam ik daarna, toen ik hier een beetje over ging opzoeken, een website tegen met... hier zijn enkele tips voor chefs hoe ze stress effectief kunnen beheersen. Als je net die film hebt gezien en je ziet 10 tips als... Organiseer uzelf. Neem pauzes. Ja, als je ziet wat die man... Ah, nou goed. Communiceer met uw team. Oh ja, goed idee. Leer delegeren. Pas in real time aan. Vermijd uitstelgedrag. Wees realistisch. Zorg voor uw fysieke en mentale gezondheid. Nou, daar heeft deze chef heel veel last van. Vind manieren om te ontspannen. Ja. Ja. Denk aan een hobby. Of meditatie. Of lezen. En accepteer imperfectie. Maar ja, dat laatste, dat is alles wat zij niet kunnen. En wat ze ook niet willen. Dat hele rijtje. Het moet juist perfect zijn. Ja, precies. Nou goed, Boiling Point. Weet je wat jij moet doen? Dat is zo iemand dit, die dat heeft opgeschreven. Ja. Hey, weet je wat jij moet doen? Oh ja, en wat doe jij eigenlijk? Ja, dit soort lijstjes. Precies. Kopiëren van internet. Maar goed, Boiling Point. Boiling Point. Goed verhaal. Hebben jullie ook zo zin in vakantie? Oh, ik heb vooral medelijden met mijn kinderen. Want die zijn nog meer aan vakantie toe. Ja. Zeker in die donkere dagen. Ja. Want die zitten niet zo lekker in het licht naar school fietsen. Maar goed, als die vakantie voorbij is, heb ik altijd wel een truc om dat gevoel wat te rekken. Want in de vakantie is natuurlijk altijd lekker lui en lekker uitgebreid ontbijten, fruit op tafel en pannenkoeken. Maar dan zeg ik altijd, na de vakantie... We hebben nog steeds een beetje vakantie. Want ik zet American Pancakes van Jan op tafel. Ah, ja. Vooral die met bananen. 25% bananenpuree. Is nog gezond ook. Bam. En het is dus een kant-en-klaar product. Ja, het is niet dat je met de spetters beslag op je plafond... Nee, maar de indruk wek ik wel. Dus ik laat mijn kinderen wel een beetje het gevoel hebben van... Oh, papa is heel vroeg opgestaan. We hebben allemaal lekker beslag klaargemaakt. En kijk eens, we hebben heerlijke, warme, stomende pannenkoeken op tafel staan. Dus die credits pak ik wel. Klasse. Maar het is gewoon 4 minuutjes in de oven of even in de broodrooster. En hop. Ideaal. Gisteren gewoon in het koelvak bij de supermarkt mee. En je bent world's number one dad. Klasse. American Pancakes van Jan. Een nieuw onderdeel in deze toch al succesvolle podcast. Maar het succes kan mij niet groot genoeg zijn. Ja, dus wij hebben met een aantal spindokters gesproken. En die zeiden, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten meer contact hebben met je luisteraar. Ja. En dus ondertussen waren ze een spin aan het opereren. Niet normaal. Die spindokters? Ja, die spindokters zijn geweldig. Een tarantula, die lag daar op sterven. Hop. Niertransplantatie, of wat het was. Nou, het zijn ook wel... Ik bedoel, kijk, ik heb er respect voor. Maar ze zijn ook onaangepast. Want als je zegt, dit is een zwarte weduwe... denk ik, ho. Hey, oh, hey, hallo. Ho. Hey. Die vrouw is al weduwe. Ja. Moet je er ook nog als zwart kwalificeren? Ja. Jammer. Maar ja, dat zijn spindokters. Precies. Hebben jullie wel eens ruzie? Nooit. Volgende. Nou, ruzie is een groot woord. Nee. Ruzie is een groot woord. Maar ik ben wel eens bedreigd. Ja. Maar dat was gewoon lachen. Ja,
Ja. Maar aan de andere kant van de loop is het minder lach. Nou, ik denk dat we te soft zijn om echt ruzie te maken. Misschien ook wel te veel praten. Het is allemaal praten. Ja? Ja? Nee, ja. Oké, ja. Jij bent inlevend, hè? Dus je zegt van ja, God, sorry ja. Daarvoor. Ja. Ja, en dan denk je, ja, maar het komt ook een beetje hierdoor en het is ook een beetje daardoor. En jij bent wel filosofisch, hè? En dan zeg je van ja, maar waarom zou je over zoiets kleins... is het niet belangrijker... Ik ben dus, ook heel erg in. En weet je wat jij doet? Of wil je dat zelf zeggen? De hele tijd ruzie. Nou ja, ik ben wel misschien wel degene die het meeste conflict opzoekt. Nou, ik wou juist zeggen dat... toen ik je helemaal in het begin leerde kennen ook... vond ik altijd... juist omdat je met zoveel rare mensen had gewerkt bij Mojo... accepteer jij iedereen zoals die is. Ja, je zegt ja, wel van... Ja. Ja, jij zegt niet, nou, ik wil niet dat diegene dat altijd doet. Ja, zo zit diegene in elkaar. Dus dat zorgt ook voor, juist voor niet conflict situatie. Nee. Nou, ik denk dat we alle drie niet echte ruziemakers zijn. Nee. Het houdt zo op. Het vertraagt, bedoel je? Het vertraagt. Ja. Nou ja, als je echt ruzie, dan houdt het echt ja, op. Ja, op die manier. Ja, want we hebben wel individueel ruzie met mensen. Zeker. Op dit moment. En gehad. Ja, en het zal in de toekomst nog... Ja, ik heb nog onlangs, ja. Onlangs zo ruzie gehad, dat wat ik zeg... Dat is nu echt nu op. Ja, houdt het op. Ja. Ja. En dat is toch iemand die ik heel lang ken. Ja. Ja. Dat, maar dat hebben wij niet. Nee. En zoals succes jou vindt, vindt ruzie jou ook vaak, hè? Zonder dat je er wat voor hoeft te doen. Ja. Kan het gewoon jou uitkiezen. Ja. Ja. Leuke vraag. Waarin we eigenlijk onszelf heel lekker gespind hebben. Wat nergens voor nodig is. Want we zijn al natuurlijk hartstikke goed van onszelf. Dus dit was totaal overbodig. Maar lieve luisteraar, dit is eigenlijk... Ja. Nu zetten jullie ons weer aan het denken. En helpen jullie ons daarmee misschien. Alleen wij willen graag de luisteraar helpen. Ja. Dat is het idee. Waar kunnen we jullie mee adviseren? Precies. Hey. Dus als je nou een probleem hebt... Want ik kan me voorstellen dat je iets van ons wil weten. Maar ja, dat behandelen we eigenlijk de hele podcast. Je kan op je werk een probleem hebben... Ja. Meedenken, als mallen. Je kan een relatieprobleem hebben. Ja. Misschien zelfs in bed, denk ik. Zou jij zeker advies kunnen geven? Ja hoor, absoluut. En welke richting moeten mensen denken? Inwards. Altijd van je af. Ja. Nou, dus zitten jullie thuis en gaat het niet meer zo lekker tussen de lakens? Laat weten. Bel, who you gonna call? Dick Busters. En je ziet ook dat ding wat hij dan vast heeft. I'm afraid of no cock. There's something strange in a neighborhood. Who you gonna call? Dick Busters. Oh, Dick Busters. Oké. Okay. Dus, nou, wel een naam van een crimineel. Who did that? Dick Busters is at it again. Ongelooflijk. Altijd als ik lang op reis ben, en voor het perfecte plaatje ben ik dat nogal. Argentinië geweest, Zuid-Afrika, nu dus een tijdje in Thailand. Ben ik toch altijd heel benieuwd hoe het met de muziek daar zit. En er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is gewoon aan mensen vragen. En als je in Thailand vraagt naar wie is jullie... Ze snappen niet altijd de vraag. Dus dit is dan wel... Het leidt altijd tot grappige conversaties. Want dan zeg je... Wat is jullie bekendste artiest? En dan zegt ze, wil je de radio aan? Ja. Nee, maar wie is het meest beroemd hier? En dan noemen ze Taylor Swift. Weet je? Ja. Dus vaak is het een service antwoord. Ja. Maar ik kwam er na een beetje doorvragen toch achter dat de allergrootste Thaise artiest ooit luistert naar de naam Bert Ton Chai. Hij is in de 60. Hij is met afstand en zonder enige twijfel de grootste. Hij is wat Elvis is voor de Amerikanen. Jacques Brel voor de Belgen. Ga ze maar verder. Hij is... Little Kleine voor Nederland? Nee.
Nee, maar ik zag een promo. Heel, ja, ik heb die documentaire gezien. En daar zegt hij dus... Little Kleine zegt dat hij de grootste artiest is van Nederland. Ja. Nou, dat is toch super grappig? Ja, dat is waar. Nee. Dit is een man ook met een smetteloos blazoen. Vrouw, kinderen, doet aan liefdadigheid. En het grappige is, hij is ook acteur. En, hij kan natuurlijk alles. Er is vrij weinig op aan te merken. Maar hij heet dus eigenlijk Burt McIntosh, want hij was Godse vader. Nou, hoe groot is hij dan in Thailand? Hij heeft 25 miljoen platen verkocht. What? Dat is best aardig. En zijn muziek klinkt zo. Dit is een van zijn allergrootste hits. Nou, ik begrijp het. Iedereen kan het meezingen. En het is niet te hard zo slecht. Het is een beetje Italo-pop, is dat zo? Nou ja, kijk, ik wil hier niet cultuurtrash of zo maken. Maar dit is echt de knijter dit onder de knijters. Dit is het in Thailand. En ik was zo teleurgesteld toen ik het hoorde. Denk ik, ja, jeetje, het is nou niet dat je terugkomt met een schat aan rijkdom. Maar ik voelde me ook een beetje schuldig. Denk van, ik praat er dus ook nu doorheen, omdat ik het volstrekt in wisselbare muziek. Het is niet dat je een restaurant binnenstapt en je hoort All You Need Is Love en denk, hey, wat is dit? Nee, maar ik wil de kaart nu zien. Ik wil de kaart zien. Als iets heel populair is, kan het ook al snel zijn dat het een beetje zo glad gestreken, niksig is. Nou goed, ik trek hem weg. Als je meer wil horen, zoek het op, want het internet zit er vol mee. Sowieso, ik viel mij op, ook in Japan was ik deze zomer. Heel veel van die boybands die ook... Zo. Heel zijig. Zijig zingen, ja. Ja. Het is wel, denk ik, de Aziatische markt is daar wel gek op. Nou ja, en toen ben ik eens gaan nadenken, want ik weet er wel wat van. En bijvoorbeeld in China zijn de deuren gesloten geweest voor iedere westerse culturele invloed tot 1978. Ja. Ja. Hè? Dus daar, ik heb een documentaire gezien van mensen die op het conservatorium zaten. En die zeiden, wij hadden geen idee wat zich in het Westen had afgespeeld. Mozart, Bach, Beethoven, Rossini. Het is allemaal helemaal aan ons voorbij gegaan. De Beatles, de Stones. Hey, kijk, nu ging in 98 de wereld voor China open. Als in, er was cola en er werden McDonald's geopend. Maar dat bleef natuurlijk nog steeds een gesloten land. Dus ik was benieuwd hoe het er nu mee voor staat. En als Hoe heet het? Volgens mij was Wham. Een van de eerste Wham, die daar in de jaren 80 mocht optreden. Ja, en dan moest je op je stoel blijven zitten. Ja. En de staat had de teksten vertaald. Ja, dit is waar het dat is gaat. Culturele uitwisseling. De allergrootste artiesten uit China, wat toch geen klein land is, is Teresa Teng. En zij heeft 40 miljoen albums verkocht. En dit is haar grootste hit. Iedereen in China kent dit liedje. Heerlijk, toch? Ja. Heerlijk, niks aan de hand. Zeker. En toch was ik weer enigszins teleurgesteld. Ik denk van, ja, weet je. En toen dacht ik ook van, ja, maar wacht even. Mijn oren zijn natuurlijk ook anders. Aan de ene kant denk ik dus van, zij hebben een andere afslag genomen. Ja. In de ontwikkeling van muziek. Aan de andere kant denk ik van, ja, maar goed, wat mij mooi vinden en bijzonder. Dat vinden zij misschien niet mooi. En wat zij bijzonder vinden, dat herkennen wij niet. Ja. Maar toch vind ik het vrij inwisselbare muziek. Ja.
En het komt denk ik ook omdat ik weet dat het communisme daar heel veel aan creativiteit kapot heeft gemaakt. Dus wat kun je verwachten dan? Ja. Ik vind het wel lekker, hoor, moet ik zeggen. Ja, het klinkt toch ook een beetje als gewoon Elvis-achtige melodie. Nou, dat wil melodie. Ik net zeggen. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat ik eigenlijk ruzie. Ja? Ontzettend knallende ruzie met Ruben Nicolai. Nou, dat leggen we heel snel weer bij. Ja hoor. Maar daar moest ik wel aan denken. Ja, het is gewoon zo... American Trilogy. Kabbelend muziekje. En ondertussen zeggen, I love you so. Ja, maar ik kijk er niet op neer. Hè. Maar ik ben verbaasd. Ja, ja. Er wonen meer dan 1 miljard mensen daar. Ja. Nou, dan vind ik 40 miljoen niet eens zoveel albums verkocht. Thailand. Ja, maar daar gaan we. Zij is geboren in 1953. Oeh, en ja. Ze is overleden in 1995. Ze is heel jong geworden. Bij haar begrafenis waren 200.000 mensen aanwezig. Het werd op de staatstelevisie uitgezonden. Het is een waanzinnig grote artiest. Maar ze is, even kijken, 63, 73, 83. Ze is dus 42 geworden. Ja, ja, ja. Ze is in Chiang Mai overleden in Thailand. Ze was daar met haar verloofde. Ze zouden bijna gaan trouwen. En de doodsoorzaak blijft wat raadselachtig. Teresa Teng dus. En toen dacht ik ga eens even door naar India. Daar komt deze artiest vandaan. Dit is Gulshan Kumar. Kumar? Oh. Kumar, zeker. Kumar. Dit filmpje van dit immens populaire liedje is 15 miljoen keer op YouTube. 15 miljoen keer geliked. Want het aantal views, en iedere keer als ik er weer aanklik, zie ik hem weer omhoog ratelen, is 3,6 miljard. Dit is 3,6 miljard keer bekeken op YouTube. 3,6 miljard. Dat is de helft van de wereld. Nou, dus ik zou zeggen, ga even luisteren. Dat is toch niet echt een hele dikke videoclip of zo? Nee, totaal niet. Oh. Ik dacht dat hij echt los ging daar. Nee. Ja. Nee, en wat zo interessant is aan deze reis. Hè, in Nederland wordt er gezegd: 1 miljoen streams! Ja. 1 miljoen! 1 miljoen bitches! 200.000 plays. Ik moest gewoon een paar keer kijken. Onze podcast gaat heel goed. Ik moest kijken. Het is namelijk 3.687. Ik geef jou 9 nullen. 1.8.9949. En iedere keer als ik hem weer aanklik, dan zie ik hem weer met miljoenen omhoog gaan. Ook deze man, deze Gulshan Kumar, leeft niet meer. Hij is 2 jaar eerder geboren dan Teresa Teng uit China. En hij is 2 jaar later overleden, in 1997... dit is een verhaal van krantenjongen tot miljonair. Een hele arme jongen. Hij werd succesvol filmster, businessman. Was heel religieus. Deed heel veel aan free. Had een heel groot project van free meals voor iedereen die de tempel bezocht. En hij is op een ochtend doodgeschoten. John Lennon. Ja, en de vraag is door wie en waarom. Er wordt gezegd dat het een conflict is met een andere muziekproducent. Er wordt ook gezegd dat het onderwereld is geweest. Daar is iemand wel voor gepakt. En het zou gaan om afpersing. Want wij willen jou beveiligen, daar moet je voor betalen. Dat wilde hij niet en dus is hij doodgeschoten. Wauw. Controverse, controverse. Heel. Controverse, controverse. Maar we zijn nog niet, want we gaan naar Pakistan. Rahat Fateh Ali Khan. Dit is de allergrootste artiest in Pakistan. Mateloos populair, mega populair. Dit liedje is bijvoorbeeld ook 1,5 miljard keer gekeken. 1,5 miljard! Oh, dus als je dat hebt geüpload op je YouTube-kanaal. Ja. Die vorige zanger is al lang dood.
Wie krijgt daar dan... De YouTube-inkomsten van. Er krijgt iemand ontzettend veel YouTube-inkomsten. De erven. Nou, dit ook. 1,5 miljard. En... Ja, ook dit is niet iets wat blijvend indruk op mij heeft gemaakt. Maar nog geen 2 weken geleden was... want ik had al gezegd, het is controverse, hè? Ja. Teresa, die jong is overleden. Kumar, die is doodgeschoten. Eind januari dook dit filmpje op het World Wide Web. En daarvoor kan ik alleen maar zeggen... daar kan Matthijs van Nieuwkerk een puntje aan zuigen... hoe deze Ali Khan met zijn personeel omgaat. Kijk. Mm-hmm. De zang in kwestie staat hier. Ja. Ja. Dit is een van zijn personeelsleden. Kijk eens. Die heeft al 1 klap gehad. Kijk eens. Hop. Ik kan niet het is niet duidelijk waar de ruzie over gaat. Nog een klap. Hup. Dat is haar. Hop. Met een schoen wordt hij geslagen. Dit heeft eind vorige maand enorm veel ophef doen veroorzaken. Hier, dit is de excuusvideo. Ja. Met de jongen in kwestie met de vader erbij. Nou, het was allemaal één groot misverstand. Hij zegt in dat filmpje, waar is mijn fles? Het lijkt alsof hij... naar iets op zoek is. Het is totaal vaag. Want hij zegt, nee, het was een fles met heilig water die hij kwijt was. En deze mensen werken al heel lang voor mij. Die beschouw ik als mijn familie. Moest ik terechtwijzen. Maar ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Nou, zijn muziek wordt dus, ondanks die 1,5 miljard streams en plays, geboycott. Iedereen is over hem heen gevallen. Hij was ook ambassadeur van allerlei goede doelen en huiselijk geweld en noem maar op. Hij was een echte E-lister die hier echt totaal van zijn voetstuk is gevallen. Maar het was zo grappig, ik was het aan het voorbereiden het weekend. En bij iedere grote artiest, of de grootste, in een supergroot land, India, Pakistan, China, kwam je alleen maar controverse tegen. Ja, ja, ja. Ik heb me schuldig gevoeld, want ik heb ook gedacht, jeetje, ik zit hier, ik wil eigenlijk de muziek promoten uit Thailand. Ik ben er niet zo weg van. Ik ben langs China geweest, Pakistan, India. Het is misschien ook niet mijn ding. Ik had het meer met Afrika, daar heb ik toffe dingen gevonden in Argentinië. En toen dacht ik, het is moeilijk om verrast te blijven of je te laten raken als je zoveel muziek kent. Ja, ja. En ik dacht, hoe kunnen we dit nou bijzonder en leuk en positief eindigen? En toen ben ik gaan kijken naar, ik wist niet dat het bestond, maar ik kwam er op. En het is echt een superleuk tijdverdrijf. Als je in de put zit, moet je dat doen. First time reactions to music. Ja, dat is grappig, hè? Ja. En ja, dat is een heel gek concept. Maar het zijn dus mensen die zichzelf filmen. Ja. En dan muziek gaan luisteren. En dan hun eerste reactie, denk ik, hoe mooi is dat? Goed idee. Want ik kan me voorstellen dat ze in Azië naar... Weet je, bedoel, het is ook niet onze muziek, hè? Nee, de Stones, de Beatles, Queen, Beethoven, Bach. Dat is ook allemaal niet Nederlands, maar... Nee. We voelen het wel als westerse muziek. En het is misschien wel de beste muziek die er gemaakt is. En ik kan me zo voorstellen dat ze in Azië dat gewoon misschien niet mooi vinden. En zeggen, wij hebben onze eigen muziek en dat vinden jullie niet helemaal mooi. Maar ik vond het zo leuk om het toch rond te maken. Dit is een reactie van een jongen die voor het eerst Staying Alive van de Bee Gees hoort. Hij gaat hem zo op pauze zetten. Misled, miscongregated, misannihilated.
I was missing all the work, dude. Hell no, this ain't this man walking with this smooth voice. Walking like... En dan zet hij het weer aan. En nu gaat hij kijken hoe ze lopen. Hij vindt alles geweldig. En natuurlijk had hij dit nummer wel eens gehoord. Ja. Maar het leuke is dat hij nu voor het eerst ziet dat het gewoon drie gasten uit Australië zijn. Ja. En totaal is weggeblazen. Dit is gewoon zwarte muziek. Het zijn gewoon drie witte mannen. Oh, wat geestig. Het is allemaal maar een kwestie van perspectief. Yes, it is. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Ja. Wij gaan straks verder. Nou ja, wij gaan straks verder. We nemen wel op, over een week is hij online. Precies. Vrijdag om 4:00. De backstage. Ja, en als je nog niet via petjeaf.com/RubenTelRuben lid van die extra podcast bent geworden voor €2 per maand, dan zou ik dat zeker doen. Want wij gaan in de backstage het hebben over wat we moeten doen als er een ramp is. Ik heb voor jullie iets meegenomen. Nou, ik heb gezorgd dat jullie het gaan overleven. Oké. Okay. De ramp. Jullie gaan de ramp overleven. En de luisteraar dus ook. Precies, als de luisteraar goed oplet. Die gaan meeliften. Dat denk ik dus ook, ja. Geweldig. Ja. Dus wij gaan straks aan de slag met wat moet je doen als de elektriciteit uitvalt, als het water uitvalt, als er geen internet meer is. Hoe overleef je? Wat kan je nog doen? Wat kan je niet meer doen? Denk eens even na wat je allemaal niet meer kan. En komt je rond van Koningsbrugge. Zo ver. Grappig dat je het vraagt. Hij staat al in camouflage 2 uur achter je. Is geen lamp. daar gaan we het over hebben. En daar hebben we ook heel wat spullen bij die we daarvoor moeten doornemen. Dus voorbereiden op rampenplannen. We zijn dus iedere vrijdag te beluisteren om 4:00. De ene keer is het regulier, de andere keer is het de backstage. Je kunt ons voor leuke snippets volgen op Instagram. @RubenTelRuben of TikTok, want ook daar zijn we actief. Yeah. Ja. Dat is ook @RubenTelRuben. En je kunt dus op ons YouTube-kanaal abonneren voor de afleveringen. Met beeld is ook leuk. Dan kan je zien dat jij je in je oor had gekrapt. Maar daar heb je nu een ding een koptelefoon overheen gedaan. En een pleister. Ja, een pleister. En volg ons in jouw favoriete podcast-app om direct een melding te krijgen bij een nieuwe aflevering. En vergeet geen sterren te geven. Ja, like it. Sterren. En mogen we er nog één keer uit met die vrouw uit China? Dat is een hele goeie, want ik heb ook een wijsheid waarmee ik iedereen het weekend in wil sturen. Oh. Het is een wijsheid van de Chinese wijsgeer Confucius. Ja. Dus daar past deze muziek perfect bij. En hij zei, we hebben 2 oren en 1 mond. Dat betekent dat we veel meer moeten luisteren dan praten. Hi.